In deze webles gaan we kijken naar de wetten van Kierhof. En we gaan kijken of we een plan van aanpak kunnen formuleren. Hoe we die wetten van Kierhof kunnen toepassen. En we gaan ook een voorbeeldopgave doen. Om ook te kijken of het plan van aanpak dan ook werkt. En of je kunt volgen wat elk stapje nu inhoudt. Maar voordat we dat gaan doen, eerst nog even een korte herhaling. Wat waren ook alweer die twee wetten van Kierhof? Je had de Stroomwet van Kierhof. En de Stroomwet die zegt dat de stromen opgeteld 0 moeten zijn. Ja, daar hoort er wel een kleine uitleg bij, eh, want bij de stroomwet van Kirchhoff kijk je altijd naar een knooppunt. En voor elk knooppunt in je schakelschema moet gelden dat er evenveel stroom het knooppunt in moet gaan als dat er uitstroomt. Daarnaast heb je ook nog de spanningswet van Kirchhoff, en die zegt dat de som van alle spanningen 0 moeten zijn, maar dan wel in een andere situatie, want bij de spanningswet van Kirchhoff kijk je in, eh, naar lusjes lusjes in je stroomschema, je maakt een rondje, en je komt op hetzelfde punt weer uit als dat je begon. Ja, dan kan het natuurlijk niet zijn dat dan tijdens het maken van het rondje de spanning van dat punt veranderd is. In de praktijk houdt dat vaak in, niet altijd, maar vaak wanneer je ook te maken hebt met een batterij in jouw lusje, dat alle energie die de batterij levert, alle spanning die de batterij levert, onderweg weer moet worden opgebruikt in de verschillende Apparaatjes, onderdeeltjes, zodat je weer met 0 Joule... energie terugkomt bij de minkant van de batterij. Nou, dat is even een korte herhaling. We gaan eens kijken of we een algemeen plan van aanpak kunnen formuleren waarmee we die wetten van Kirchhoff kunnen toepassen. En stap 1 is eigenlijk dat je uh, een tekening maakt, een schets maakt van je schakelschema. Meestal krijg je die wel. En dat je ook vervolgens alle stromen, spanningen en weerstanden in jouw schakelschema. Uh, een naam gaat geven, je gaat ze benoemen. Uh, ongeacht of je al weet hoe groot ze zijn, maar uh, dat ze er zijn weet je. En je gaat ze even allemaal een naampje geven, want dan kunnen we ze straks ook gaan gebruiken in vergelijkingen. Dan ga je natuurlijk ook uh, kijken of je al waarden waarde gegeven hebt. Nou, meestal is het ook, want anders kun je weinig uitrekenen. Uh, zet die gegeven waarden ook gewoon erbij, want die gaan we zeker uh, nodig moeten hebben. Volgende stap is dat je tegen jezelf gaat zeggen: Oké, okay, um, om die wetten van Kierhoff te kunnen toepassen, moet ik dus knopen en lussen gaan uh, onderscheiden. En waar zitten dan mijn knopen in mijn uh, schakelschema? En voor elk van je knopen kun je vervolgens aan de hand van die eerste wet van Kierhoff uh, een vergelijking opstellen. Die moet gelden voor dat knooppunt. Als je dat gedaan hebt, dan ga je kijken naar de lussen. Waar zitten de lussen in mijn schakelschema? En hier geldt eigenlijk hetzelfde. Met de tweede wet van Kirchhoff kun je voor elke lus ook een vergelijking gaan opstellen. En wat is nu eigenlijk de truc van het gebruik van de wetten van Kirchhoff? Wanneer je al die vergelijkingen hebt, ga je proberen om ze te combineren en om zo tot je antwoord te komen. En dat houdt in dat je zeker moet gaan substitueren. Nou, dat komt dadelijk. We gaan eerst eens uh, kijken naar een voorbeeldsituatie. En we gaan in het voorbeeldsituatie deze vijf stappen doorlopen en kijken of we um, kunnen berekenen um, wat de situatie is in, onze si in ons uh, schakelschema. En ik heb een uh, niet alledaag schakelschema tevoorschijn gepakt. Uh, kijk maar even mee. Het is een schakelschema met drie weerstanden. Maar ook met twee batterijen of twee uh, stroombronnen. Spanningsbronnen moet ik eigenlijk zeggen. Dat kom je niet zo vaak tegen. Uh, met de standaard uh, formule voor uh, parallel en schakeling kom je er hier niet mee uit. We moeten hier de wetten van Kierhoff gaan toepassen om tot de antwoord te komen. Ik wil in deze situatie eens gaan kijken of ik die stromen die hier lopen, of ik die kan gaan uitrekenen. En je ziet al dat de eerste twee stapjes uh, van ons plan van aanpak hier al gedaan zijn. Ik heb namelijk... Uh, Elke stroom en elke spanning en elke weerstand in mijn schakelschema een code gegeven. En ik heb ook al de gegeven waarden ingevuld in mijn schema. Nou, wat is hier gegeven? Um, ik heb twee batterijen, daarvan zijn de spanningen gegeven, 10 en 20 volt. En ik heb de grootte van elk van de drie weerstanden. Daarmee moet ik het doen. En uh, ik ga dus kijken of ik kan achterhalen hoe groot de stromen zijn, I1, I2. En I3 in deze situatie. Nou, dan gaan we eens uh, kijken. Stapje 3 is, uh, kunnen we knopen herkennen in ons schakelschema? En zo ja, hoeveel dan? Nou, als je goed kijkt, ja, je hoeft niet eens goed te kijken, want ze zijn eigenlijk al aangegeven. Dan zie je dat er twee knopen te vinden zijn in ons schakelschema. Dat zijn namelijk punten A en B. En voor elk van die punten moet gelden dat de eerste wet van Kirchhoff, en die luidt dus eigenlijk dat er evenveel stroom in moet gaan als dat er uitgaat. Als je kijkt naar knooppunt A, dan moet er dus gelden dat de stromen I1 en I2 samen even groot moeten zijn als I3. En een beetje flauw, maar bij knooppunt B krijg je dat I3 gelijk moet zijn aan I1 plus I2. Dus we hebben wel twee knooppunten, maar eigenlijk hebben we maar één vergelijking. En daarom ook dat ik die tweede vergelijking gewoon weglaat, want het is eigenlijk twee keer hetzelfde. Volgende stap is, we gaan kijken waar de lussen zitten. En uh, ook hier moet je even kijken en dan zul je zien dat er uh, twee lussen te vinden zijn. Uh, ik, ik heb ze lus 1 en lus 2 genoemd. Het is niet helemaal waar. Er is ook nog een derde lus. En die derde lus die loopt helemaal om het schakelschema 1. Dus van uh, batterij 1 door weerstand 1 door weerstand 1, 2, sorry, door batterij 2 en dan weer terug naar batterij 1. Dat is uh, eigenlijk de lastigste van de drie uh, lussen. Want ik krijg bij batterij, batterij 2 dat ik tegen de stroom inga. Dus uh, ik moet uh, die batterij niet als plus 20 maar als min 20 volt meenemen. Um, het is een goede oefening. Maar we hebben hem uh, bij deze opgave niet eens nodig. Deze derde lus. Dus ik ga hem ook niet noemen. Maar hij is er wel. Ik ga de twee wat eenvoudigere lussen. Die ga ik wel uitwerken. En. Um, voor elk van die twee lussen moet de tweede wet van Kirchhoff uh, gelden. Dus die houdt in als ik het kringeltje maak, dan moet ik uiteindelijk evenveel spanning uh, hebben verloren. als dat de batterij mij geleverd heeft. Nou laten we eens even kijken naar de lus 1. En lus 1 die heb ik uh, aan de linkerkant gekozen. En die bestaat uit batterij, weerstand 1 en weerstand 4. Ja, dan moet er dus gelden dat de spanning van de batterij 1 gelijk moet zijn aan het spanningsverschil over weerstand 1. Plus het spanningsverschil over weerstand 3. Uh, hetzelfde geldt uh, aan de rechterkant. Dan heb ik natuurlijk een lus 2. En uh, daar geldt precies de uh, identieke situatie, eigenlijk, behalve dat uh, de naamgeving iets anders is. Dat de spanning uh, van uh, batterij 2 gelijk moet zijn aan U2 plus U3. Wat ik nu heb zijn drie vergelijkingen. Je zou het misschien niet zeggen, maar uh, we hebben nog wat informatie die wel in het uh, plaatje staat en die we ook wel kunnen achterhalen met de kennis die we hebben, die hebben we nog niet gebruikt, en het is erg handig om die wel te gaan gebruiken. En ik heb eigenlijk die drie vergelijkingen die we net ook hebben afgeleid, die heb ik hier nog eens onder elkaar gezet. En eh, ik ga nog een, een hele bekende formule gebruiken, dat is namelijk de wet van Ohm. En de wet van Ohm zegt namelijk dat spanning over een voorwerp, bijvoorbeeld de weerstand, gelijk is aan de stroom door de weerstand maal de grootte van de weerstand. Eh, die kan ik gaan gebruiken in mijn onderste twee vergelijkingen, want eh, ik weet de grootte van weerstand R1 en R2 en R3. En ik kan daardoor spanning U1 en spanning U2 en spanning U3 vervangen door I mal R. Nou, in de bovenste van die onderste twee vergelijkingen komt het dan zo uit te zien. He, dus uh, U van de batterij 1 is gelijk aan I1 mal R1 plus I3 mal R3. En uh, in die onderste vergelijking krijg ik dan dit. Ja, waarom is dat nu handig? Dat is erg handig omdat ik uh, wat waarden heb die ik heb gekregen. En die wil ik natuurlijk wel kunnen invullen in mijn vergelijkingen. En die waarden zijn de spanningen van die twee batterijen. Nou, die staan aan de linkerkant van het IS-teken. En ik heb nu ook aan de rechterkant van het IS-teken die drie weerstandswaarden tevoorschijn getoverd. En uh, de volgende stap is dat ik al die waarden eens ga invullen. Dus in plaats van UB1 ga ik 10 invullen. En in plaats van R1 ook 10 en R2, eh, sorry, R3 wordt 40. Nou, dan krijg ik deze vergelijking. En uh, de onderste vergelijking kan ik hetzelfde doen. En dan krijg ik deze vergelijking. En uh, dan zie ik dat ik uh, twee vergelijkingen heb met uh, i'tjes erin die onbekend zijn. En ik heb drie onbekenden. En als je een beetje uh, kennis hebt van de wiskunde, dan weet je dat dit niet oplosbaar is. Waar het niet dat we nog een derde vergelijking hebben? van die stroomsterktes en die staat helemaal bovenaan, want er moet natuurlijk nog steeds gelden dat stroomsterkte 1 plus stroomsterkte 2 gelijk moet zijn aan i3. Die ga ik ook nog eventjes invullen en dat is dus echt substitueren. Ik ga in die onderste twee vergelijkingen in plaats van i3 ga ik opschrijven i1 plus i2. Nou vanaf hier wordt het wat uh, rekenkundig, dus het plaatje heb ik even niet meer nodig. Ik heb hier mijn twee vergelijkingen met de stroomsterktes. Ik ga deze vergelijking daarin substitueren dus in plaats van i3 ga ik bij de linker vergelijking i1 plus i2 invullen dan krijg ik dit uh, aan de rechterkant identieke handeling doen en dan krijg ik deze vergelijking en uh, wat ben ik hier nu mee opgeschoten nou ik ben hiermee opgeschoten dat ik nu twee vergelijkingen heb met twee onbekenden en dat is oplosbaar ik ga de vergelijkingen eerst links en rechts vereenvoudigen haakjes wegwerken even goed kijken dan kan ik de i1'tjes aan de linkerkant bij elkaar optellen en dan krijg ik dit eruit. Aan de rechterkant kan ik uh, twee i2'tjes bij elkaar optellen. En dan komt er dit uit. Ja, hoe gaan we nu verder? Het is, uh, als je het weet, is het niet zo heel moeilijk. Want we gaan nog een keer substitueren. We gaan één van die twee vergelijkingen omschrijven. Ik kies voor de linker, maar je kunt net zo goed de rechter pakken. En ik ga de linker opschrijven, omschrijven tot de vorm I1 is. Nou, als je dat doet, krijg je dit eruit. I1 is 0,20 min 0,80 maal I2. Dit ga ik substitueren naar de rechterkant toe. Dus in plaats van die I1 aan de rechterkant, vul ik in 0,20-0,80 mal I2. Haakjes wegwerken. Ik doe het even heel snel. Dit kun je zelf narekenen. Het is niet heel uh, ingewikkeld. Maar dan komt er aan de rechterkant uh, de volgende vergelijking uit. En dan zie je dus dat je maar één onbekende hebt. En die is op te lossen. En dat is ook niet heel erg ingewikkeld. Uiteindelijk komt eruit dat I2 een grootte heeft van 0,43 ampère. Nou, dat kan ik natuurlijk weer uh, invullen in uh, een vergelijking waar I1 en I2 in staan. Dan kan ik I1 ook uitrekenen. En die blijkt min 0,14 Ampère te zijn. Hé, hey, dat is misschien een beetje vreemd. Een uh, negatief getal. Wat wil dat nu zeggen? Nou, Even terug naar ons plaatje. Dit was uh, het schakelschema waar we mee zijn begonnen. Ik heb de grootte van I2 uitgerekend. Die blijkt 0,43 Ampère te zijn. Uh, en wat wil we nou die minwaarde bij I1 zeggen? Nou, dat is eigenlijk vrij logisch. Uh, een minwaarde bij I1. De uh, stroom heeft natuurlijk ook een richting. Uh, die minwaarde geeft eigenlijk aan dat de richting uh, waarin de stroom loopt, eigenlijk precies tegenovergesteld is als dat we hebben aangegeven in ons plaatje. Misschien een beetje tegen je gevoel in, maar er loopt een stroom van 0,14 ampère naar de pluskant van de batterij toe. Je kunt eigenlijk zo zien, die batterij 2. Uh, die is uh, zo krachtig dat hij eigenlijk zorgt dat hij tegen de stroom van batterij 1 in kan gaan. Batterij 2 is hier eigenlijk batterij, batterij 1 aan het opladen. Zo kun je het eigenlijk zien. Kunnen we ook nog I3 uitrekenen? Nou, dat is eigenlijk heel erg eenvoudig. Eerste wet van uh, Kirchhoff. We kijken even naar punt A. Er moet evenveel inlopen, 0,43 ampère, als dat eruit moet gaan. Dus ook 0,43 ampère. 0,14 ampère gaat door tak 1. Dan houden er nog een stroom over van 0,29 ampère door tak 3. Nou, als je wilt, kun je nu ook de drie spanningen uitrekenen, want voor elk van de drie spanningen geldt natuurlijk U is I mal R. En bij elk van de drie weerstanden weet je ook de grootte van R.